zijn gekke tijden. We voelen ons allemaal gevangen. Ook onze kinderen, toch? Maar gelukkig kunnen we ontsnappen. Ik ben Abdelkader Benali, juryvoorzitter van de Woutertje Pieterse Prijs voor het beste kinderboek. Kom, ik stel je voor aan de 6 genomineerden. In Koningskind gaan we 3000 jaar terug in de tijd. En ontdek je dat de koning Salomon, de beroemde koning, niet alleen heel wijs, maar ook beslist geen lievertje was. Of lees Alfabet, een geniaal kijkboek waarin je steeds weer nieuwe dingen ontdekt. Het alfabet was nog nooit zo spannend. Van tot. Of verlies je in hele verhalen van een halve soldaat. Een spannend oorlogsboek waarin verhalen worden verteld om mensenlevens te redden. Meeslepende sprookjes. Die laten zien hoe wijd, diep en dreigend onze wereld is. Welkom bij de fantastische vliegwedstrijd. De gevleugelde teams zijn net vertrokken. Wie gaat deze bloedstollende afvalrace winnen? De pelikanen? De flamingo's? Of toch? Wat is kunst? Ted van Lieshout geeft je een heel eiland om dat te ontdekken. Lees hoe kunst kan inspireren, ontregelen en kom erachter of dit kunst is. Europa na de oorlog. Welkom in de wereld van de familie Mann en in de naam van mijn vader. Wat als je vader de beroemdste schrijver van de wereld is? Wat moet jij dan nog als zoon? Met deze 6 genomineerden komen wij deze tijd wel door. En wil je weten welke van deze 6 genomineerden gaat winnen? Luister dan op 10 april naar de Taalstaat op NPO Radio 1.